terug. Vandaag ga ik jullie vertellen hoe je op een goede manier kan zekeren. Het zekeren doe je volgens het 5-stappenplan. Dit is mijn basisuitgangshouding. Stap 1 is dat ik met beide handen het touw door de acht heen trek. Stap 2 is dat ik mijn rechterhand naar mijn heup toe breng, zodat het touw gelijk blokkeert. Stap 3 is dat ik mijn linkerhand verplaats naar het andere touw en dat doe ik voorlangs. Stap 4 is dat ik mijn rechterhand verplaats boven mijn linkerhand. Stap 5, nu ga ik mijn linkerhand weer terug naar het vorige touw, zodat ik weer uitkom in mijn basishouding. Nu kunnen we gaan klimmen. Blok, Peter. Ronald heeft blok gezegd. Dat is voor mij een teken dat hij wil stoppen met klimmen. Ik trek nog één keer het touw strak door middel van de 5-stappenplan. Hierna ga ik in de gordel hangen en plaats ik mijn beide handen naast mijn heup. Nu zeg ik dat Ronald kan gaan hangen. Ga maar hangen! Vervolgens laat ik langzaam het touw door mijn acht heen glijden en laat Ronald rustig zakken. Op deze manier komt Ronald veilig naar beneden.